Het is geweldig om vrij te zijn. Geweldig om hier te zijn. Met jou. In Italië nog wel. Ja, vind ik ook. Het had van mij alleen wel wat relaxter mogen zijn, snap je? Ja, nou. Dan kun je meer genieten van het uitzicht. Oh, dus je bent hier niet voor het eerst? Nee, de derde keer of zo. Ik had wat klusjes hier. Met Sullivan. Ja. Oké. Ah, we kunnen met geen mogelijkheid naar die brug. Nou, ik zie wel die balk daaronder. Kun je daar een touw naar gooien? Ja, hè, hè. Wat dacht jij dan? Let maar op. Ik let op. Ik heb gemist. Ja, het gaat allemaal om de juiste techniek, hè? Kom. Zie je? Nou, niet slecht. Voor een tweede poging. Zag je dat? Wow, als een baas. Nu jij. Wow. Oké, en waar nu heen? Hey, zouden we via die bal kunnen slingeren? Vast wel. Kom, we ruilen van plaats. Oké, daar gaan we. Bij de eerste poging. Ja, ja, niet zo opscheppen. Oké, kom op, Nathan. Je kunt omlaag klimmen om zo aan de overkant te komen. Ik kom eraan. Oké. Wacht even. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, we kunnen. Jezus, zag je die gast? Die huurling was wel heel zwaar bewapend. En wij dus niet. Sam, we doen dit zo subtiel dat we geen wapens nodig hebben. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ik heb altijd gelijk. Al die jaren. Het zijn de kleine dingen die je het meeste mist. We zijn er bijna. Moet lukken. Uh.
voor mij ga ik de verkeerde kant op. Oké, kom maar naar beneden. Dingen doen meer pijn dan ik me kan herinneren. Oh. Ja, vertel mij wat. Dus die andere schatten die je hebt gevonden, die ik heb gemist, daar heb je toch wel wat foto's van? Nee, helaas niet. Elena heeft wel wat gefilmd, maar de camera sneuvelde. Dat is nou jammer. Ik heb wel een paar tekeningen, die laat ik wel zien als we terug zijn. Je hebt tekeningen? En die hangen nu zeker op de koelkast. Nee, ze zijn echt heel mooi. Ja, ik ben benieuwd. Misschien lukt het zo wel. Het is levensgevaarlijk, man. Alles goed daarboven? Ja. Ja, gaat prima. Wel lullig als je nu zou missen. Inderdaad, ja. Maar ik mis niet. Hier, kom op. Oké, dank je. Nathan? Nathan? Wat? Oh, ja. Oké. Gaat het wel? Ja. Hoe zie ik eruit? Als iemand met 400 miljoen. Kom op. Oké, ik kom eraan. Sally? Weet je wat er zo leuk is aan een huis vol criminelen? Geen idee. Het boeit niemand als je binnen rookt. Lang geleden. Veel te lang, krul. Herken je hem nog, mijn dode broer daar? Victor. Krijg nou de kleren. 15 jaar. Yep. Blij dat je nog leeft, Sam. Ja, maar hij leeft niet lang meer als we dat kruis niet halen. Ja, nou je het zegt. Wat, is er iets dan? Kom, ik laat het je even zien. Kijk maar. Dat is Evelies kruis. Ze hebben het uit de opslag gehaald, vlak voor jullie er waren. Ze hebben de volgorde veranderd. Dan moet je iemand serieus voor omkopen. Oké, wanneer beginnen ze met bieden? 10, 15 minuten nog. Er moet toch een manier zijn om hem te pakken? Dat kan een probleem zijn met een paar honderd ooggetuigen, denk je niet? Oké, maar die kunnen we afleiden. Met? Met,
Ja, weet ik veel. Maar er moet een manier zijn. Als die bewakers ons in de buurt zien van het kruis... En wat als ze ons niet zien? Jezus, jullie hebben toch ook in de bak gezeten? Voor waar het daglicht niet verdraagt, moet je wachten tot het licht kruis is. Ja. Waar bewaren ze de stoppenkast in dit gebouw? Ventilatie, elektriciteit, dat is het daarboven. Dus we klimmen naar boven, doen het licht uit... En pakken het kruis in het donker. Ze hebben vast een noodgenerator. Ja, dan hebben we dus een paar seconden waarin we moeten toeslaan. Maar dan moeten we wel naast het kruis staan als het licht uitgaat. Alleen kunnen we daar nooit komen zonder dat we opvallen. Scusati, signore. Antipasti? Nee, dank je. Hé, hey. Alles goed? Ciao. En blijf er even bij, man. Een ober zou niet opvallen. Dat kan werken. Oh. Dat gaat werken. Oké, ik ga naar de meterkast toe en zet de stroom uit. Dus ik ben de ober? Jij bent de beste zakkenroller. Oké. Jij gaat naar beneden en houdt het kruis in de gaten. En laat het weten als er een kink in de kabel zit, oké? Zal ik doen. Oké. Kom op, dit gaat lukken. Klaar? Klaar. Oké, kom maar mee. We gaan door de kelder. Ah, Victor, je ziet er nog goed uit voor je leeftijd. Dank je. Ik ben overtuigd vegetariër. Pardon? Serieus? Wat denk je zelf? Echt niet. Kelder is die kant op. Kom mee. Natuurlijk draaien ze van die suffe Europese techniek. Scusi? Mi dispiace. Sorry. Verdomme, hij is dicht. Shit, hij was net nog open. En wat nu? Open peuteren? Nee, het is elektronisch. We moeten een andere manier vinden. Zag je dat? Keycard, linkerkontzak. Ja. Doe ik wel. Wow, wow, wow. Weet je het heel zeker? Er zijn best veel mensen hier, hè? Een keycard jatten lukt wel, hoor. Oké. Hey. Shit. Zal ik het nog een keer uitleggen? Nee, gewoon even opwarmen, dat is alles. Okay. Laten we het gewoon weer net zo doen als vroeger, oké? Ik zorg voor de afleiding, jij pakt het spul. Goed? Ja, goed. Vooruit. Ik ga naar de toren lopen. Ook een
huis. Fijn om professionals aan het werk te zien. Oké, we proberen het nog eens. Hier, stop in je oor. Fijn. Succes. We houden contact. Handen omhoog. Hoi, Victor. Hallo, Nadine. Fijn om jou weer eens te zien. Alleen dit keer heb ik jou te pakken. Nou, dan mag ik blij zijn dat het geen echt wapen is. Ik herken je bijna niet zonder uniform. Ach, je weet hoe het gaat. Voor sommige opdrachten moet je je helemaal optutten. Staat je goed, dat pak? Jij mag er ook wezen. Ik voel me zo niet thuis hier. Het is echt fijn om weer iemand te spreken die ik kan verstaan. Ook al ben jij het dan. Dat ben je toch heerlijk complimenteus. Ik ging net naar de bar. Kan ik iets meenemen? Ja, whisky. Blokkie ijs. Ben zo terug. Nate, heb je het gehoord? Jazeker. Zo te horen krijg je een drankje van een dame. Ja, Nadine Ross geeft mij een drankje. Nadine Ross. Heeft zij niet zo'n huurlingenleger? Hoe heet het? Coastline? Shoreline. Ja, juist. Daar heb je toch ruzie mee gemaakt? Het is nog zacht uitgedrukt. Maar het lijkt erop alsof ze me heeft vergeven. Oké, voor mij kunnen we. Oké. Luister, we zijn klaar, Sally. Doe voorzichtig, oké? Tuurlijk. Zullen we? Ja, kom op. Ik moet zien uit te vinden waar de obers zich omkleden. Volg er gewoon eentje uit de keuken. Op zoek naar de keuken dan maar. Man, hier kun je bijna een hele stad van laten eten. Ja hoor, ze verzorgen van alles. Bruiloften, bar mitzwa's, illegale veilingen. Maar hebben ze ook een DJ? Bewapende mannen. Maar wat is dit nou weer? Dit hek stond niet op de blauwdruk. Op slot, natuurlijk. Oké, plan B. Kokers daarboven. Nee, kom eens kijken. Daar gaat hij. En er was licht. Slechte elektra in deze tent. Je hebt niet toevallig een zaklamp. Ja, dat is ook goed. Het is altijd handig om op stap te gaan met iemand die rookt. Behalve als je moet rennen. Oeh, man, ik word een beetje dronken van die benzinelucht. Het is maar goed dat Sully rijdt. Misschien zit de toegang achter die vaten. Dat is een hele mooie wijncollectie. Ja, misschien doet elke zaar het wel voor een paar flessen goede wijn. Ik zeg maar dat die vliegen niet opgaat. Goed gedaan.
zorgen maken dat Victor aanpakt. Hey, Ross. Er zijn nogal wat enge verhalen over die club van haar. Maak je niet doen. Sally lult zich overal uit. Kom mee. Koken. Ja, dat is best. Je hoeft me echt niet te helpen, hoor. Hé, ik hou de aansteker vast. Hij houdt de aansteker vast. No treasure. Quella roba sul naso. Diavolo si procurano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Hier eens. Zie je dat gebouw met die radiotoren? Je bedoelt die antenne? De wat? Whatever, daar zit een meterkast in. Ja, je hebt gelijk. Eens kijken hoe we voorbij het hek kunnen komen. Sam, hierheen. Ik help je omhoog. Oké. Oké. Gelukkig ben je in conditie gebleven. Alsjeblieft. Sally, we zijn de wijnkelder uit. We gaan nu richting de ruimte met de meterkast. Alles oké? Sally, hoor je me? We hebben hier waarschijnlijk geen ontvangst. Hopelijk gaat alles goed. Ik heb de keuken gevonden. En die zit natuurlijk op slot. Hey Sam, kijk. Misschien kunnen we zo bij een raam. En dan naar de keuken. Nou, dat is een goed idee. Ik geef je een zetje en jij zorgt voor die ladder. Sera. Ma che sta facendo? Rustig met de locals, Sam. Wat? Je wordt met een kater wakker in zijn ondergoed. Hebben we allemaal toch wel eens? Ja. Nou, ik heb de mijne. Nu die van jou nog. Oké, op naar de elektraruimte.
Sam, gaat het? Ja, mijn broek zit alleen een beetje te strak. Ah, dat is helemaal hip tegenwoordig. Echt? Nou, hier zullen ze het wel weten, hè? Ja, Italië modeland. Pas je maar aan. Oké, ik ga terug naar de balkaal. Sam, ben je daar? Sam? Sally? Heel fijn. Oké, het is net als met fietsen. Maar dan hoog boven de grond. Als jullie me kunnen horen, ik ben bijna bij de elektraruimte. Ik zou er zo moeten zijn, hoop ik. Oh shit! Ongelooflijk dat dat gelukt is. Dat lukte ook niet. Nee, we mochten met z'n allen voor een maand de bak in. En dat arme paard dan? We hadden gelukkig heel veel wortels aan boord. Zie je soms een bekende? Nee. Ik dacht het even, maar nee. Wanneer stel je me eens voor aan die partner van je? Drake? Dat is mijn ex-partner. Hmm. Ja, ik werk alweer een tijdje alleen nu. Drake is weg. Oh, als in dood weg? Oh nee, aan het rentenieren. Hmm. Wat ik heb gehoord is dat hij is getrouwd met zijn meisje. Hmm. Nou, dan kan hij net zo goed dood zijn, toch? Victor Sullivan, hoe is het met jou dan? Brave. Hoe lang is het geleden? 10 jaar? 12? 15. Dat meen je niet. Zoveel jaar later en kijk ons nou. We steggelen nog steeds over zooi van dode mensen. Echt waar, joh. Zat jij niet in het bedrijf van je papi en mami? Dat is mijn bedrijf nu. Maar ja, dat is wat ik doe, ja. Dan zit je er warmpjes bij. Je kunt waarschijnlijk wel zo'n beetje alles kopen hier vanavond, toch? Ja, zou kunnen. Maar wat zou het nut daarvan zijn? Tegenwoordig zoek ik vooral naar het goede spul. Hmm. Buitenkantjes. Nog advies over wat ik moet kopen straks? Ja, alsof ik tegen hem kan opbieden. Maar, even tussen jou en mij. Ik zag wel dat de volgorde is aangepast. Hmm. Ik denk dat iemand probeert de boel op te lichten hier. Ja, wat verwacht je anders? Niemand hier is op een eerlijke manier rijk geworden. En daarom heb je iemand nodig om je te beschermen in situaties als deze. Nou, dan heb ik vervelend nieuws voor je. Je werkt nu dus voor een van die gasten. Matt, we zijn partners voor deze klus. Oké. Okay. Dat is nog eens een marsblok. Hmm. We beginnen zo met het wielen op het volgende kavel. Een bewerkt houten kruis uit de boerel van Trump. Nou, ik weet wanneer ik te veel ben. Maak er maar een leuke avond van. Wacht nou even, Sally. Hoe ben je erachter gekomen? Wat? Waarachter bedoel je, Rafe? Hey Dean, ik denk dat je partner hier een beetje te veel bloody merk... Op met dat gelul, man! Ik weet niet hoe jij hier binnen bent gekomen. Maar als jij denkt dat je kunt gaan bieden op Avery's kruis... kan ik je nu alvast vertellen hoe jij hier vertrekt. Tussen Rafe. Vier planken! Nou,
Je snapt me wel. Fijne avond nog, jullie. Niet? Niet? Kom op, knul. Verdomme, waar zit je? Oké. Elektra-ruimte. Dit lukt me. Ik koos weer de elektra-ruimte. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Zo, nou, waar zijn die stroomonderbrekers? Ah, klote. Sam, Sally, horen jullie me? Domme knul, waar hing je nou toch uit? Ik ben er. Het was nog best link, maar... Als je de stroom nog wil uitschakelen, dit is een mooi moment. Oké, maar ik heb nog heel even nodig om bij het paneel te komen. We hebben niet heel even. Rafe gaat er zometeen van door met je kruis. Wat? Rafe? Rafe is hier? Ja, Rafe is hier. En vooralsnog heeft hij het hoogste bod uitgebracht. Nou, bied dan hoger. Waarmee? Waar moet ik dat dan van betalen? Sally, we stelen het, weet je nog? Straks weet hij dat ik bluf. Dat gebeurt niet. We hebben een bod van 90.000. Wie biedt hoger? Jongens, als we dat kruis niet krijgen, dan ben ik zo goed als dood. Ja. En als ik straks het hoogste bod heb, zijn we allemaal dood. Sally, het moet gewoon. Zorg voor meer tijd. Ik zie niemand meer bieden. Gewoon doen. Eenmaal? Andermaal? Ah, fuck it. Bene, er is 100.000 euro geboden in de zaal. Grazie. Is er nog iemand die wil bieden? Er is nu 110.000 euro geboden in de zaal. Als we het doen, doen we het goed. En met dat rustig bod... maar. Je staat zo weer buiten. Ik help het je open. Oké, nou dat slot openbreken. We hebben nu een bod van 130.000. Nee. En we hebben 140. Uw bod, signore, brengt ons naar een bedrag van 150.000 euro. Er is nu 160.000 euro geworden in de zaal. Ik ben er te blij mee. Ja, heel even nog. Met het bod van signore zitten we aan 170.000. Er is nu 180.000 euro geworden in de zaal. Ze zitten inmiddels op 190.000 euro. Gelukkig. Oké, mannen, ik sta voor het paneel. Klaar? Ja, wat dacht jij dan, Victor? Eén secondje. Het bod van die meneer
210.000. 500.000. Ik ben er wel klaar mee. Grazie. Er is 500.000 euro geboden in de zaal. Wil meneer nog een volgende wat hebben? Ik maakte me al een beetje zorgen, Victor. Dacht even dat ik je moest vermoorden. Oké, laten we die lulse avond eens verklooien. Verder niemand? Ik zeg eenmaal. Andermaal. Dan gaat het weg voor 500.000 euro. Dames en heren, blijf vooral rustig. We hebben een noodstroomvoorziening. Es weg! Barate tutte le uscite, nessuno per lasciarmi. Weg! Laten we er door! Hou hem tegen! Hey, pak die gast! Fermo! Wat doe je? Je laat hem gewoon ontsnappen! Spreek je geen... Sparisci. Oké. Sam, zeg maar dat je het kruis hebt. Ik heb meneer Dismas hier hangen. Wil je hem spreken? We hebben een paar slapende honden wakker gemaakt. De balzaal is afgesloten en de beveiliging opgeschroefd. Waar is onze vluchtauto? Ga naar de oprit aan de voorkant. Volg de lampen maar. Ik haal de auto wel. Ga vliegen. Ah, overleef je al. Misschien hadden we toch wapens moeten meenemen. Als ik naar boven klim, kan ik meer zien. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi, ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Cosa hai trovato? Niemand heeft mijn gezicht gezien. Ik doe net alsof mijn neus bloedt en wandel zo de deur uit. Oh, scusi. Jij hoort hier helemaal niet te zijn. Oh, maar jij ook niet.
maar weet je wat? Ik zal niks zeggen, als jij ook niks zegt. Jij hebt iets wat ik graag wil. En dat ga je me nu geven. Echt waar? Nou, ik voel me vereerd, maar ik ben bang dat ik bezet ben. Dus als ik eventjes... Au. Hou maar op met die spelletjes. Ik wil dat kruis hebben. Luister, het is dat je een vrouw bent. Want anders zou ik... Zou je wat? Oké, prima. Als je maar weet, ik doe dit liever niet. Laat maar eens zien wat je kan. Nou, dat is veel. Dat is niet aardig. Kom hier. Geef me nu dat artefact. Weet je wel hoeveel spullen ik heb verzameld in al die jaren? Je zult echt wat specifieker moeten zijn. Laat ik het anders zout. Oké, wacht. Nog een beetje een jetlag. Zullen we zeggen dat we gelijk staan? Jij vuile. Heb je genoeg gehad? Of blijf je nog langer bij de hand doen? Nou, weet je, in ons grapjas heb ik het toch best ver geschopt. En zo hou ik het graag. Wow. Now. Ik denk het wel. Oké, ik zie je onder de oprit. Ga maar richting de balzaal. Is goed, tot zo. Zet het chat in aria. Victor, ik kan geen kant op. Suggestie is... De snelste route is via de balzaal. De balzaal was nog afgesloten? Ja, nu ze weten dat jullie er zijn, is iedereen daar weg. De balzaal dus. Hoorde je dat, Nathan? Ja, begrepen. Thank you.
Un attimo. Hey, hai trovato qualcosa? Ga liggen jij. Oké, bijna bij de balzaal. Aspetta. B. Er is een fontein buiten bij de balzaal. Ik ben daar. Geest, kom mee. Au, 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 au.
Fuck. Dat ik hierdoor niet naar de hel ga. Shit. Wat? Hij is leeg. Wat? Oh, wat een eikel is het toch. Het is jouw broer. Oké, schedel en beenderen. Heel goed teken. Dat is Avery's teken. Wat is dit? Hodi mecum eris in paradiso. Vandaag kom je bij me in het paradijs. Dat zei Jezus tegen Sint Dismas aan het kruis. Nee. Maar... En hoe zit het met die cijfers hier? Wat vind je daarvan? Een soort van code? Of een telefoonnummer? Jongens, het zijn data. Hè? Kijk, 1659. Dat was het jaar dat Avery werd geboren. 1699. Laat maar raden. Toen ging hij dood. Ja, dat lijkt me duidelijk, ja. Maar dan hebben we geboortedatum, sterfdatum en paradijs. Dus we zoeken naar Avery's graf. In de Sint-Dismas-kathedraal. Wacht nou eens even. Maar Rafe is toch al eeuwen op die plek aan het zoeken geweest? Ja, in de kathedraal. Zie je die symbolen? Ja. Die staan op oude Schotse grafstenen. Begrijp je? Nou, kijk eens hier. De indeling van deze plek is heel apart. Oh. Hier is de kathedraal. Maar het kerkhof is helemaal hier. Rafe heeft dus gewoon op de verkeerde plek gezocht. Precies. Jongens, we gaan naar Schotland. Wacht even. Je weet toch wel dat Rafe je nu verwacht, hè? Ach, dat zien we wel als we er zijn. Ja. Die mafkees vindt het vast geweldig als je opkomt dagen. En hij heeft Nadine en het hele leger van daar als versterking. Ja, maar hij heeft dit niet. De grootste piratenschat aller tijden ligt voor het grijpen. Ik dacht dat wij Sam gingen redden. Gaan we ook? Ah, kom op, het gaat om allebei toch? We hebben de schat nodig om Sam te redden. Dat Elena dit allemaal goed vindt. Au, Jezus knul. Kijk, het ligt gewoon moeilijk. Met alles wat jullie hebben meegemaakt. Dit zou ze niet begrijpen. Ik denk dat je haar zwaar onderschat. Die gok kan ik niet nemen. Nathan heeft gelijk. Het is nu anders. Rafe is betrokken en... Ik kan het wel alleen af. Echt. Goed, nou bedankt voor de info, jullie allebei. Excuseer mij. Hallo? Hey. Hey, ik ben het. Nee, ik heb slecht bereik. Ja. Zit je ergens mee, schat? Zeg, ik weet dat het moeilijk moet zijn geweest. Al die jaren in de bak. En het is kloten wat er met je is gebeurd. Maar het is niet zijn schuld. Dat heb ik ook nooit gezegd. Het heeft lang geduurd voordat hij hiermee stopte. Zie jij een pistool tegen zijn hoofd? Hij koos hiervoor. Oké, hij is gemaakt voor dit leven. En dat geloof jij echt? Waarom ben je hier, Victor? Ik zou niet weten wie er anders op hem moet passen. Ik zie je gewoon over een paar weken weer, ja? Ja. Dat doe ik.
Oké. Ik ook voor jou. Dag, schat. Ik heb gewoon gezegd dat het project wat langer duurt dan verwacht. Wat de waarheid is. Oké. Kom op, wat vind jij ervan? Sam kan onze hulp goed gebruiken. Nou, ik heb gehoord dat het weer werkelijk prachtig is in Schotland deze tijd van het jaar. Zo, Rafe pakt wel uit, zo te zien. Ze zijn allemaal daar bij de kathedraal, dus dat is goed. Want dan hebben we dat kerkhof helemaal voor onszelf. Sally. Yep. We zijn er helemaal klaar voor. Oké, knul. Goeie jacht. Je kan nog mee, hè? Ja, nou, tenzij je een roltrap bij je hebt, sla ik even over. Oké, dan zien we je later. Hé, hey, Nate. Ja. Neem maar wat moois voor me mee, oké? Dat is het plan. Nou, wij gaan eens op bezoek bij Captain Avery, hè? Voor de volgende keer. Een Schotse kathedraal. Vreemde plek om je schat te verstoppen, toch? Nou, niet echt. Tegen de tijd dat Avery hier aankwam, was deze plek al verlaten.